En de film die vandaag in het programma staat en ik een eer vind om in te leiden, want hij draait niet in onze competitie, dus ik kan er vrij uit over spreken. En ik kan u aanraden om morgen al uw buren en vrienden en broertjes en neefjes en dochters en oma's naar deze film te sturen. Want het is de Nederlandse première van de film en het is nog heel erg onduidelijk of die daarna ook in de rest van het land te zien zal zijn. Deze film, Innocent Saturday, een Russisch-Duits-Oekraïnse co-productie van brengt ons terug naar het jaar 1986, toen in Tsjernobyl de ramp met de kernreactor plaatsvond. Ik weet niet hoe het u is gegaan afgelopen zomer, wanneer was het, lente, we zijn het alweer bijna vergeten, zoveel andere revoluties en rampen en crisis verder. Was er ook nog eventjes iets aan de hand in Japan? Misschien dat de woorden tsunami en Fukushima ergens een klein belletje doen rinkelen en als we het allemaal alweer vergeten zijn, neem ik het u ook niet kwalijk, want de wereld draait zo snel. Maar wat voor mij heel fascinerend was bij het gadeslaan van die ramp via kranten en televisie en radio en alle sociale media die er tegenwoordig zijn, was dat het net leek alsof de hele wereld collectief eigenlijk aan het wachten was op een soort grote ramp, op een apocalyps, op een einde van de wereld. Omdat angst soms vreemde dingen met je doet. Nou, je bent eigenlijk heel bang dat de wereld vergaat en daarom denk je nou, als hij nu misschien bijna vergaat en het is heel erg waarschijnlijk dat dit erger wordt dan erg, dat niet alleen die ene reactor gaat smelten, maar dat er daarna misschien ook nog iets ontploft, dat heeft een vreemd catharsisch effect op een mens, in het geval van een bioscoopbezoeker, toeschouwer, omdat je daarmee die angst kunt bezweren. Angst en hoop liggen heel erg dichtbij. Kort daarna zag ik deze film, Innocent Saturday. Ik zag hem ver weg, bijna in de buurt van de Oekraïne, op een boot die over de Zwarte Zee voer. En tijdens het kijken naar de film viel het me eigenlijk op hoe wij in 1986, ik was toen een tiener, iemand die zeer ontvankelijk was, ook toen ongetwijfeld door de leeftijd, voor het rampzalige karakter van het bestaan, hoe weinig we toen wisten. Er waren weinig kranten, er waren geen 743 televisiezenders, er was geen kabeltelevisie, er was geen internet. Laat staan dat iemand je nog via Twitter en een livestream op de hoogte kon houden van wat er allemaal in de wereld aan de hand was. Dus er was alleen maar op een gegeven moment het besef dat er een ramp had plaatsgevonden met een kerncentrale ver weg. En niet alleen ver weg in een andere tijd, die dus ook door andere media verder voor ons was afgesloten, maar dat ook nog in een land of in een wereldmacht in zijn nadagen, de Sovjet-Unie, waar het heel belangrijk voor was om zo weinig mogelijk te laten reizen. Geen goed nieuws, geen slecht nieuws, eigenlijk bij voorkeur helemaal geen nieuws of bedacht nieuws. En in die sfeer van desinformatie en desoriëntatie kwamen zo heel af en toe kleine berichtjes naar buiten. Konden we nou wel of geen melk drinken of spinazie eten? Ik weet het vast nog wel dat dat dan de kleine vonkjes waren die onze massahysterie in werking moesten zetten. Deze film Innocent Saturday neemt ons eigenlijk mee naar dat niemandsland van desinformatie en daarmee ook desoriëntatie. Naar die 26e april 1986 en via een hoofdpersoon, een jonge man die werkt in de kernreactor, Valérie. En om daar te kunnen werken en om zo dichtbij te mogen komen als hij kan komen, is het eigenlijk vanzelfsprekend dat hij ook partijlid is. Via zijn ogen, via zijn angst en via zijn hoop op wat dan ook, dat het niet waar is, dat hij kan ontsnappen, volgen wij 36 uur in dat gebied rondom de ramp en wat gebeurt daar en hoe lekt, net zoals de radioactieve straling, de informatie naar buiten. Ik moet niet veel vertellen over de film, maar de film speelt met onze aloude verlangens van hoop en vrees. Datgene wat drama in werking zet. En doet dat eigenlijk op een hele slimme manier. Want Valérie heeft, net zoals wij in elk moment van drama en ramp in ons leven, eigenlijk drie mogelijkheden. Vluchten, vechten of verstarren. Maar vluchten is het verstandigste. Dat zou u hem ook willen toeroepen op het moment dat we in de nachtlucht, waar de film mee begint, de kernreactor zien branden. Want wij
weten, dankzij de dramatische ironie van de geschiedenis, hoe erg het was en hoe erg het gaat worden. Vluchten is niet zo makkelijk, want het is ook heel duidelijk, het is in de eerste minuten van de film, dus dat kan ik wel verklappen. Hij mag niets zeggen, want dan wordt zijn partijlidmaatschap afgenomen. De angst voor Moskou is nog groter dan de angst voor een ramp. Dat is wel goed om ons weer even te realiseren als we terugreizen naar de jaren 80. Hij mag niets zeggen, maar wat doe je dan? Ga je dan je geliefde redden of je familie? Ga je er vandoor? Wat neem je mee? Zijn dit niet vragen die we ons allemaal hebben gesteld als kind of als adolescent of misschien zelfs nog wel eens als volwassenen in een moment van wanhoop? Je lievelingsbroek, favoriete schoenen, dat boek onder het bed, je paspoort, heb je nog geld in huis, de trouwring van je oma? Wat neem je mee en wat zijn de obstakels die je steeds maar op de plek houden waar je niet weg kunt gaan? 36 uur lang beschrijft de film. Hij duurt denk ik iets meer dan anderhalf uur. Anderhalf uur vluchten moet. Maar of het kan, dat zullen we aan het einde weten. Ik wens u een hele goede vertoning.